Voor liberalen, voor Open VLD, is veiligheid bij uitstek een overheidstaak. Een euh, samenleving die niet veilig is, leidt tot onvrijheid. En dan moeten we dus even gaan kijken naar effectief die veiligheidsketen. Je hebt in de eerste plaats natuurlijk het voorkomen van criminaliteit. Dat is de preventie. En dat is een taak die voornamelijk lokaal door steden en gemeenten moet behartigd worden. Daar pleiten wij voor een inclusieve aanpak. Een verdeelde stad of een verdeelde gemeente kan ook nooit een veilige stad zijn. Je hebt twee, de politie, de politie moet ervoor zorgen dat ze snel op de bal speelt, dat ze meer op straat is, meer blauw op straat, zodanig dat die kleine criminaliteit, maar ook die georganiseerde misdaad dat die effectief kan worden opgespoord. En tenslotte heb je een geloofwaardige justitie nodig. Geloofwaardig wil zeggen die moet sneller kunnen werken en we moeten vooral ervoor zorgen dat als straffen worden uitgesproken door justitie dat die effectief ook worden uitgevoerd. Dat zijn de kernpunten van een liberaal veiligheidsbeleid.